examenopgaven met het begrip stralingsdosis erin kunnen best lastige opgaven zijn, zeker qua berekeningen. En daarom gaan we er ook nog even eentje oefenen. En het voorbeeld dat ik ga nemen gaat over een schildklier die wordt bestraald met een bron. En we krijgen wat gegevens, die zijn ook vet gedrukt. De activiteit van de bron is 1,4 kilo bq. De bestraling duurt een week. De schildklier heeft een massa van 45 gram. En elk... Ioniseer een deeltje dat uit de bron komt heeft een energie van 1,2 mega elektronvolt. volt. En wanneer zo'n deeltje de schildklier raakt wordt die energie ook overgegeven aan de schildklier. Nou wat is, wat wordt de opdracht, wat wordt de vraag? De vraag is bereken de ontvangen stralingsdosis. Dus dit is een echte berekenvraag. En um, als je een beetje bent voorbereid, dan weet je ook wel welke formule dat we gaan uh, gebruiken. Dat is namelijk de formule van de stralingsdosis, staat ook in BINAS. De stralingsdosis is gelijk aan de stralingsenergie die op een voorwerp, een, een stukje uh, lichaam valt, gedeeld door de massa van dat stukje lichaam. Die stralingsenergie die, uh, is in dit voorbeeld niet zo 1, 2, 3 tevoorschijn te toveren. Soms krijg je die gewoon. Maar hier moeten we echt zelf even flink aan de bak om uit te gaan rekenen hoeveel stralingsenergie er nu eigenlijk in die week vrij is gekomen. En daar hebben we een handige formule voor. Die staat niet in BIDAS. En die staat eigenlijk ook niet in het boek. Maar die mag je wel gewoon gebruiken. En die handige formule die luidt dat de stralingsenergie gelijk is aan het aantal deeltjes dat er per seconde vrijkomen uit de bron. Maal de energie per deeltje. Maal het aantal seconden dat de bestraling duurt. Als je die drie met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je de totale stralingsenergie. Er zit wel nog één allertje onder het gras, en dat is dat in deze formule de stralingsenergie uitgedrukt moet worden in de eenheid joule. En als je nu kijkt in het verhaaltje, dan staat de energie van een deeltje per deeltje uitgedrukt in een andere eenheid van energie, namelijk de mega-elektronvolt. Dus het allereerste wat we moeten doen is gaan omrekenen van mega-elektronvolt naar joule. Dat zijn gekke getallen, maar in principe is het altijd dezelfde berekening. Wat je namelijk uh, moet doen is het aantal elektronvolts en daarom uh, moet ik ook eerst die mega omzetten naar 10 tot de macht 6. Dus ik heb 1,2 x 10 tot de macht 6 elektronvolts. Die moet ik uh, vermenigvuldigen met uh, de omrekenfactor. En die is 1,602 mal 10 min 19. Die staat in BINAS tabel 7. En dan krijg ik uh, de energie per deeltje, uh, de stralingsenergie per deeltje uitgedrukt in joule. En dat is 1,9 mal 10 min 13 joule. Die kan ik uh, in de formule erboven invullen. Want uh, E deeltje heb ik nu uitgerekend. De activiteit is al gegeven. Die is 1400 becquerel. En de tijd dat de bestraling duurt is ook gegeven. Alleen ik moet hem natuurlijk ook even omzetten naar de goede eenheid. En dat is uh, voor de tijd is dat de seconde. Als ik dat allemaal doe dan krijg ik deze berekening. Dus uh, ik heb die 1,4 x 10 tot 3. Dat is de activiteit. De energie 1,9 x 10 min 13 joule. En het aantal seconden dat er in een week passen heb ik tussen haakjes uitgerekend. Als ik het allemaal met elkaar vermenigvuldig dan krijg ik... 1,6 x 10 tot de macht min 4 joule. Zoveel, of eigenlijk zo weinig, is de totale stralingsenergie die in één week um, vrijkomt in die schildklier. En nu kan ik naar de bovenste formule. Ik weet de stralingsenergie. Ik weet de massa van de schildklier. En ik kan nu dus de stralingsdosis uitrekenen. Maar ook hier moet je even opletten, want de massa die moet altijd in kilogrammen. Dus uh, niet 45 invullen onder de streep, maar 0,045. En als ik dat dan netjes doe, dan krijg ik eruit als antwoord 3,6 uh, miligray. Want gray hoort bij, is de, de eenheid die hoort bij stralingsdosis. Nou, even snel uh, controleren of ik heb gedaan wat ik moet doen. Uh, ik heb een stralingsdosis uitgerekend. Ik heb gedacht aan de eenheid erachter. En tot slot, uh, significant cijfers. Nou, als ik kijk naar het verhaaltje bovenin, alle meetgegevens die worden in twee significant cijfers gegeven, dus mijn antwoord moet ook in twee significant cijfers. En zo ben ik klaar.